Welkom bij aflevering 6 van Boksel Natuurlijk in de vroege ochtend. Waar zijn we, Frans? Want ik probeer me te oriënteren. Ja, nou, we staan hier aan de oever van het Kasterse deel van Liemde. Ja. Daar aan de overkant ligt Liemde. Daar heb je de kerk staan van Liemde. Ja. Dus we zijn eigenlijk in het gebied van Liemde. Maar dit deel heet dan Kasteren. Mm-hmm. En Liemde, dat is wel leuk hoe dat ontstaan is. Want dat heeft ook te maken met de Dommel. Ja. Die hier langs ons stroomt. Liemde is waarschijnlijk een oude Germaanse afkorting van Lim of Leem. En dat klopt ook wel. Hè. Voor de ijstijd is hier heel veel leem afgezet. Mm-hmm. En nog regelmatig spoelde de Dommel over. En dan had je dus ook weer leem wat afgezet werd. En daar heeft Liemde dan iets mee te maken. Een belangrijk dorp geweest. 1232 is al sprake van Liemde. Toen hoorde het nog bij Rode. En ja. Rode is Sint-Oederode. Okay. En het grappige was, het hoorde wel bij de Meierij. Maar het hoorde bij het kwartier van Peelland. Dus dat was eigenlijk aan de andere kant. En de Meierij was het dus niet. Later in 1391 is het geschonken aan de heer van Bokstel, die dus op een gegeven moment Liemde tot zich nam. In 1787 hebben ze voor het eerst pas een raadhuis gebouwd. Okay. En later in 1996 is het weer naar de heren van Bokstel gegaan. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze altijd tegen Bokstel aangelegen. Maar ze hebben even een tijdje een stukje vrijheid gehad aan Rode, oftewel Sint-Oederode. Okay. Nou, prachtig, hè? Ja, en wij gaan hier vandaag rondlopen. En, ja, we zitten in een prachtig gebiedje. We zitten hier in het gebied van de Duifhuis. Nou, daar ga ik daar van alles over vertellen. En we gaan natuurlijk over de Dommel hebben en over nou, allemaal wat we tegenkomen. Ja, precies. Dat is spannend hier. Meer dan genoeg. Ja, joh, zeker. We staan hier aan de rand van de Dommel. Ja. En jij wilde er iets over vertellen. Ja, want de Dommel, dat is een fantastische rivier die eigenlijk door een groot deel van Brabant stroomt. Dus een hele belangrijke blauwe dooradering is van ons Brabantse landschap. Ja. Dus daar moet toch wel iets over verteld worden. Overigens heet hij in de tijd van de missionarissen nog Dutmala. En Dutmala slaat op, waarschijnlijk dodde, lisdodde of misschien riet. Omdat de mensen het vroeger gewoon door elkaar halen. En Malen slaat op snel stromen. Mm-hmm. En de snelstromende rivier is het in feite. Ja, want dat zie je hier wel echt, hè? Ja, dat klopt ook wel. Hij heeft een verval van 75 meter. En hij is 120 kilometer lang. En daarom stroomt hij ook zo snel. Hij ontspringt in België bij het mooie plaatje Peer. Ten zuiden van Peer. De Donderslagse Heide. Daar begint het zo ongeveer. Ja. En dan komt hij in Borkel en Schaft komt hij Nederland binnen. Ja. En uiteindelijk dan stroomt hij hier ook dwars door Liemde heen. Omdat Kasteren en Liemde dan gescheiden zijn van elkaar. Ja. Maar een hele belangrijke rivier. En waarschijnlijk in de Romeinse tijd was het nog een zeer bevaarbare rivier. Oh ja? Dat de Romeinen hier schepen op hadden. Dus ja, altijd heel groot belang geweest. Dus daarom moeten we hem toch ook wel een keer vernoemen. Ja, precies. Maar dat is dus de reden dat hij zo hard stroomt. Of harder dan andere rivieren, dat verval. Even samenvattend. De Dommel is dus 120 kilometer lang. Ja? Heeft een verval van 75 meter. En stroomt ongeveer 85 kilometer over ons Brabantse land. Frans, jij schreef in onze groepsapp, we gaan naar het duifhuis. Dus ik dacht, we gaan naar een andere duiventil. Maar dat is het niet. Jawel, toch een klein beetje. Maar daar komen we straks op terug. Ja? Hier staan we aan de achterzijde van het duifhuis. Ja? En het duifhuis is al vanaf de 15e eeuw bekend. Toen woonden er 700 inwoners in heel Liemde. Ja. En die hadden Liemde bestond uit allerlei deelgemeentes of deeldorpjes. En hier lagen er grote hoeves, onder andere deze hoeve. Die heette toen Hoeve ten Akker. Zo heette die. Ja. Later heeft hij de naam Duifhuis gekregen. En het heeft te maken met de Duiventoren, waar we het straks nog eventjes over gaan hebben. Ja. Uiteindelijk is het in bezit gekomen van de orde van Kartuizers. Die 2 kilometer verderop in Bokstel een Kartuizer klooster hadden gesticht. En die zijn dus hier dus eigenaar geweest van dit prachtige gebouw. In 2012 is ontdekt dat een deel daarvan stamt af van 1523. Ja. En de rest is allemaal middeleeuws. Later is er weer wat bijgebouwd en aangebouwd. Nu is het bezit van Brabants Landschap, Stichting Brabants Landschap. En die zijn er fantastisch iets mee aan het werken. Want dit is een stukje cultuurhistorie waar het Van Gogh Nationaal Park u tegen mag zeggen. Ja, ja, ja. Maar dit is een woonhuis of zo, maar dit is niet. Jawel, jawel. Het is een woonhuis in de herenkamer. Daar woont een medewerker van het Brabants Landschap in. Echt? Ja, 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 ja.
Dus als je daar werkt, dan krijg je gewoon kosten ja, in mogelijk. Moet, nou ja, hartstikke nou ja. Mooi uitzicht. Hij zal wat moeten betalen, maar hij heeft een, ja, natuurlijk een prima plek om te genieten van je werk. Zo, ja. Nou, nogal mooi. Het is helemaal kapot ja. Gevreten. Ja, perfect hè. Ja. En hier? Nou kijk, hier zie je een heel zeg maar, mooi aantal paddenstoelen. Dat is een familie van de inktzwammen. Er zijn heel veel soorten inktzwammen. Dit is de scherminktzwam. En je kunt zien dat die inkt... Kijk maar, dan ga ik mijn vingers doen. Ja. Zie je hier? Ja. Dat is dus inkt wat erop zit. En die gingen ze ook mee schrijven vroeger? Nou, dat wou ik dus net vertellen. Echt? Dat is serieus, ja. Niet van alle inktzwammen deden ze dat, maar dan vingen ze dan op. En dan deden ze dat in een potje. Daar deden ze wat kruidnagels bij. En dan konden de mensen die dus inderdaad, zeg maar... Ja, en ook een of andere speciale Turkse gom deden ze erbij. Dan was het wat lijmachtig iets. Nou, en dan pakten mensen hun kroontjespen en dan gingen ze mee schrijven. En dan deden ze meestal van de geschubde inktzwam. Dat is een ander als deze. En dit is dus de zwerminktzwam. Maar er zit echt heel veel inkt onder. Kijk maar eens hier. Ja. Ik zal zo'n steeltje afpakken. Je ziet het. Helemaal vol inkt. Zijn deze giftig? Nee, ja, niet giftig. Nee, absoluut niet. Ze zijn ook niet echt eetbaar. Alhoewel, sommige mensen die zeggen, nou, we kunnen wel eten. Maar het is dan wat bepaalde stoffen die je erbij doet. En ik herken mensen die hebben bij alle paddenstoelen eten ze. Ja. Omdat ze dus middeltjes erbij doen. Maar het is een prachtige paddenstoel. Hij heeft hele fijne ribbels, hè? Ja, want dat is eigenlijk het systeem. Hè? Wat doet de inktzwam? Wat ik hier heb, daar zijn duizenden sporen. Ja. Want die doet niet als die andere paddenstoelen met, hè, die wacht niet op de wind die sporen eruit zuigt. We hebben de bekende vliegenzwam. Maar deze, dit zijn allemaal sporen, die verinkt hij en dan stroomt het weg over het landschap. Okay. En dat is de bedoeling van deze paddenstoel. Mooi. Mooi, hè? Ja. We zijn hier echt helemaal met gevaar voor eigen leven, zou ik zeggen. Ja. In de brandnetels en... Een opgerookte sloot, denk ik. Ja. Maar jij wilde heel graag iets vertellen over de knotwilg hierachter. Ja. Dat vind ik ook wel mooi, typerend, hè? Wat je heel veel langs de Dommel ziet. Ja, precies. Hier staan er dus 6 bij elkaar. Daarachter staat er nog eentje. Dat zijn dus knotwilgen. En die knotwilgen waren heel belangrijk voor de mensen. Hè. Die hadden hier gewoon in het landschap gebruikt dus ook alles. En die knotwilgen die waren voor om mandjes te maken. Of dan maak je uit aardappelmanden, wasmanden. En dan knotten ze dus ook op tijd. Maar ze waren ook voor om hun huizen te bouwen. Want zeg maar, ze vlochten ook die knotwilgen in hun huizen om daar weer leem muren te maken. Dus die werden overal voor gebruikt. En daarom heette die ook knotwilgen. Die werden op zoveel tijd echt geknot. Ging het nou fout met die knotwilgen? Dan, treurwilgen. Ja, nou ja, nee, dat kan kunnen zijn. Maar nee, treurwilgen, dat zijn van die hangende dingen. Die hangen zo, weet je wel. Nee, knotwilgen, die worden dus geknot. Oh, zo, ja. En dus die krijgen ook zo'n stompe kop. En het grappige, precies. En dan kun je heel mooi herkennen. Dus die werden overal gebruikt voor. Gebruikshout noemde men dat. En die stonden vaak langs rivieren of sloten. Daar kwamen ze vaak tegen. En waarom? Omdat ze heel goed tegen water kunnen. Die kunnen heel lang in het water staan. En bijvoorbeeld een ei kan dat niet. Maar daarom staan ze vaak langs die beken. En dan kan de Dommel gewoon overstromen. Maakt niet uit. Die blijven staan. Ze groeien toch gewoon door. Ja, wat dat betreft zijn het gewoon heel prachtige planten. We staan bij de duiventoren, waarvan ik dacht, want daar zitten we vol met duiven, maar dat is het helemaal niet. Niet meer. Maar het is wel degelijk een duiventoren die bij het groot duifhuis hoorde, waar we het straks over gehad hebben. Ja. Die hoeve die heel belangrijk was, hè, ook voor de Carthuizers, maar ook voor de boeren die hier zaten. En de heer van het groot duifhuis, die had dus als enige in de wijde omgeving een duiventoren. En waar was dat nou voor? Voor de mest. Want er was hier tekort aan mest, er kon tekort aan mest krijgen. En honderden duiven die poepten daarboven alles naar beneden toe. En dan konden ze onder die fosfaatrijke mest gebruiken om op hun bouwlanden neer te gooien. Zodat ze producten konden telen. Maar dat is bewust gebouwd er komen hier duiven af die gaan. Ze kochten ook duiven. En hij was de enige, de heer van het Groot Duifhuis, die duiven mocht houden in de wijde omgeving. Dat waren zijn duiven. En ondertussen af en toe een lekker duivenboutje eten, dat was ook niet verkeerd. Nee. Maar moet je eens nagaan, hij was dus in deze wijde omgeving de enige die duiven mocht houden. Nou moet je even eens in die steden kijken hoeveel duiven er daar zitten. Maar prachtig hè, dat nog steeds staat. Ja, maar nu, het is nu verbouwd, want er staat hier nu een raam in. Een naam voor, normaal zat er een deur in en dan kon ze zo met hun zeg maar eruit scheppen. Ja. Wordt niks meer mee gedaan nu? Nee, het is een mooi monument in het landschap. En je kunt het verhaal blijven vertellen van duiventorens. En als je nou in andere delen bent van Brabant, kom je ook af en toe duiventorens tegen. Oké. Ja. Mooi.
Nou Carlijn, we staan hier aan het begin van een hele prachtige route. Het is een fantastische route die vanaf het Groot Duifhuis in het Dommeldal gaat. Mm-hmm. Nou, als er mensen een keer willen lopen, dat is geen probleem. Je moet naar de website van Brabants Landschap gaan. Ja. De website van Brabants Landschap. Daar staat die route bij het Groot Duifhuis. Dan kunnen ze heel mooi starten. Een fantastische wandeling. Ja. En dan moeten ze beginnen met dit bord even te lezen. Ja. Want dat gaat over een, en ik lees dit klein stukje voor. Ja. Een nacht hing de gekruisigde op de stal. Voor hij werd afgenomen van de ladder, in pekels, schouw en wekflessen begraven. Nou, dan mogen ze raden wat het om gaat. Gezellig, een beetje luguber. Gaan we doen. Ik moest eigenlijk nog zeggen, tot de volgende keer.